Oh, die durft helemaal niet meer te gas te geven. 28, nee, die rijdt heel zachtjes. Die heeft ook de laserkunde gezien. Oma Gent doet het eerst netjes voor. Goed zo, goed zo, goed zo. Maar al snel nemen de leerlingen van basisschool voor speciaal onderwijs Johan Sekkel uit Ommen de lasergun zelf in de handen. Nou rijden ze te langzaam? Nou, dan kunnen we allemaal zien hoe snel de auto's rijden. En die controle blijkt ieder jaar bij het begin van het schooljaar weer nodig. 48! Al blijven veel automobilisten hier in Ommen onder de maximum toegestaande snelheid van 50 km per uur. Elk jaar na de zomervakantie dan merk je dat er weer een toename nodig is van kinderen, of een toename is van ongelukken van kinderen die naar school gaan. Met name kinderen die op de fiets naar school gaan, dat heeft ermee te maken dat kinderen moeten gewoon weer wennen in het verkeer. Ze zijn gewend aan de vakantie, lekker los, vrij. Automobilisten die zijn ook niet gewend aan kinderen in het verkeer. Dus dat is gewoon wel lastig weer. Even weer aan elkaar wennen, even weer opnieuw acclimatiseren. En het is ook wel zo dat je merkt dat niet alle automobilisten op de hoogte zijn van het feit dat de kinderen weer naar school zijn. Weet u dat de scholen weer zijn begonnen? Ja. Nou, ik denk wel dat bestuurders attent maakt op hun rijgedrag. Bewuster maakt met hun rijden. Ik reed niet hard, nee. En dan kijken we door de laser. Kijk maar met me mee. En ook nu is de conclusie dat de automobilist in Ommen zich vandaag braaf aan de snelheid houdt. Aanhouden staat vandaag dan ook vooral in het teken van belonen en niet bekeuren.